En Shirley is inmiddels verhuisd naar het Veemarktkwartier. En het bruist hier echt van de creativiteit. Zo heb je bijvoorbeeld hier het 013 Poppodium. Of daarnaast een jongere talentenfabriek. En hier een heerlijk gezellig Grand Café. En Shirley heeft hier inmiddels haar atelier. Ik ga even kijken waar ze is. Net zoals de spoorzone onderscheidt het Veemarktkwartier zich door een creatief ondernemersklimaat. In het Veemarktkwartier wordt samenwerking en verbinding gevonden door talloze bedrijven. Wat doen jullie hier, als ik vragen mag? Animaties en video's. Animaties en video's, ja. Cool. Animator, interessant. En jij? Ik ben ontwerper van zintuigprikkelende projecten. Zintuigprikkelende projecten. Ginger Blossom. Gaat wel heel lekker fris. Ja. En waar pas je dit soort geuren dan bijvoorbeeld toe? Dat kan zijn op evenementen. Dan werk ik als geur-dj. Het kan ook in een zorginstelling zijn om daar een prettige geur te realiseren. Geur-dj, wat mooi. Wat een mooi vak. Onderdeel van het Veemarktkwartier is het voormalig donkere straatje achter een parkeergarage. Dat door Tilburg is aangepakt en veranderd is in een nieuwe creatieve plek midden in de stad. Jij zorgt dat de stadssfeer verhoogd gepresenteerd wordt. Juist. Hey Jeroen. Hoe is het met je? Ja, goed. Met jou? Hey. Ja. Wat een nieuwe plek. Ja. Een mooie plek. Goed hè? Ja. Echt tandje erop. Prachtig. Ja. Hey, en hoe bevalt het hier? Ja, super. Ja, ik ben echt heel blij met de overstap van de spoorzone hier naartoe. De spoorzone is natuurlijk een hele leuke plek. Heel erg creatief ook. Maar hier zitten we veel meer in het zicht. Ja. Gewoon mensen die voorbij lopen en die ons werk kunnen zien. Hey, maar dit gebouw heet De Plint. Ja, dat klopt. Waar komt die nou vandaan? Wat gebeurd is dat de kantoren gebouwd zijn in de parkeergarage. Dus eigenlijk in de plint van de parkeergarage. Ja, ja, ja. En daar komt de naam vandaan. En de architect van het gebouw die heeft hier zelf ook zijn kantoor. En ik denk dat het heel erg leuk is als je hem nog even ontmoet. Dus als je wil kun je hem boven even een borrel met hem drinken. Klinkt gezellig. Ja? Nou. En interessant. Nou, gaan we doen.